Hier heb ik de tweedejaarsklonen 2020 staan. Nu ze naar de derdejaars gaan, wil ik graag weten of er resistentie tegen aardappelcysteaaltjes in zit. Ik kijk naar de ouders wat er van mogelijke resistenties in kunnen zitten. Dan haal ik de knolletjes voor betreffende fysio's eruit. In eerste instantie laat ik maar één knol per kloon per fysio onderzoeken. Het is geen zwart-witte reactie, maar een eerste reactie vatbaar blijft vatbaar. Dus hoef ik die niet meer te laten onderzoeken. Een jaar later laat ik de klonen die resistent lijken of weinig cystevorming hadden weer onderzoeken. Er zijn ongeveer 6 verschillende aardappelcysteaaltjes. Die moeten alle apart onderzocht worden. Bij een aardappelteelt komen de grootste gedeelte van de larven uit de cysten en prikken de aardappelwortels aan. Bij een resistent ras plant het aaltje zich niet voort, maar kan wel schade veroorzaken. Bij vatbare rassen vormen de vrouwtjes eieren die in het opgezwollen lijf, de cysten, blijven zitten wachten op een nieuwe aardappelteelt. Na een behoorlijk aantal aardappelteelten kunnen nieuwe virulente aaltjes vormen die de resistentie van een ras doorbreken. Jilles Boer laat in zijn vlog 55 wat zien over problemen met cystenaaltjes in de pootgoedteelt. Bedankt voor het kijken.